Marco. Lieverd, we zijn zwanger. Sorry, met wie spreek ik? Meneer Brouwer. En hoest u eens? Oké. Kijk eens maar weer aan. Maar dokter, weet u zeker dat het een longontsteking is? Ja, 100%. Nee, want een neef van een vriend van mij, die is daarvoor behandeld en die stierf 2 weken later aan een nierbekontsteking. Meneer Brouwer, maakt u zich geen zorgen. Als ik iemand met een longontsteking behandel, dan sterft hij ook aan een longontsteking. Kun jij even open? Ik zit op de wc. Marco. Ik geef je 200 euro als je nu je handdoek laat vallen. Wie was dat, schat? Oh, dat was Marco. Oh, die kwam natuurlijk die 200 euro terugbrengen. Die ik hem gisteren had geleend. Hoi, pa. Hey, dag, schat. Hoe gaat het? Goed, hoor. Kijk, ik heb je lievelingsdropjes meegenomen. Dank je. Nou ja, zeg, wacht eens. Waarom geven jullie mijn vader Viagra? De man is 85 jaar oud. Mevrouw, het maakt ons werk echt een stuk makkelijker. Ja, 's nachts rolt hij niet meer uit zijn bed en 's ochtends plast hij niet meer over zijn pantoffels. Kan ik u misschien helpen? Nee, ik kijk gewoon even rond. Doei. Nou, 10 en 5. Maak 20, alsjeblieft. En dan zijn deze voor jullie. Alsjeblieft. Nou, veel plezier, hè? Dag. Nou, het ging goed toch? He, hoe vond je zelf dat het ging? Ja, ging. Ja, dat was ook helemaal niet slecht. Een paar dingetjes. Ik ben ervan overtuigd dat je er nog net iets meer uit kan halen. Hè? Dus stel, een klant komt de winkel binnen voor een pak graszaad. Dan moet je ook proberen om er een grasmaaier bij te verkopen, snap je? Oh, ja? Oké. Oké, succes. Ja. Hallo, mevrouw. Oh, hi. Ja. Weet je ook waar het maandverband ligt? Oh, jazeker. Kom maar. Wilt u er misschien ook een grasmaaier bij? Vertel jij het elke keer aan je man als je een orgasme hebt? Nee. Hij wil niet dat ik hem op zijn werk bel. Nou, weet je wat? Ik zeg hem dat even. Oké. Dag. Bedankt.
Oh, Hensema. Geloof jij in leven na de dood? Nee. Hoe verklaar jij dan dat ik net jouw schoonmoeder aan de lijn heb gehad? Voor wiens begrafenis ik jou vorige week een dag vrijgegeven heb? Je bent zeker single. Omdat ik hier in mijn eentje een biertje zit te drinken, ben ik meteen single? Nee, gewoon omdat je lelijk bent. Jongens! Yeah! Hey, Marco. Hey. Ik hoor net dat je schoonmoeder is overleden. Ja, ja. Wat had ze? Nou, niet veel. Een beetje sieraden. Oude tv, wat spaargeld. Nee. Marco, wat was er mis? Oh, nou ja, ze had geen testament opgemaakt. Dus, Nee, Marco, waar is zij nou overleden? Oh, zo. Nou ja, het was eigenlijk een beetje raar. Ik had haar gevraagd om even een kilootje aardappels uit de kelder te halen. En toen is ze uitgegleden op de trap. Nek gebroken. Verschrikkelijk. En wat hebben jullie toen gedaan? Nou ja, gewoon Chinees gehaald. Lieverd, even over je nieuwe auto. Wat? Goed nieuws. Wat dan? De airbag doet het prima. Ik heb ergens gelezen. Oh? Ja, ik heb gelezen dat er in Tokio ieder uur een man wordt overreden. Echt waar? Ieder uur. Jeetje. Is toch ook geen leven voor zo'n man? Wat vind je nou het mooiste aan mij? Mijn karakter of mijn sexy lichaam? Je gevoel voor humor. Petter, kom even lekker naar binnen. Kost je 50 euro. Ik heb een veel beter idee. Kom jij maar eens even lekker naar buiten. Kost je helemaal niks. Dokter. Mensen negeren mij. Meneer Van Hagen? Ja. Ja, moet u verder. Je lag me vannacht uit te schelden in je slaap. Wie zegt dat ik sliep? Buurman. Hoi. Ziet er mooi uit, hè, de tuin? Ja, ziet er mooi uit, hè. Wat zijn die witte korreltjes voor? Dat is tegen olifanten. Olifanten? Er zijn toch helemaal geen olifanten? Nee, precies.
dokter Masselink. Ja, dokter, sorry, met Manny van de Spek. Heb ik toevallig bij u mijn BH laten liggen vanmiddag? Nee. Oh, dan ligt hij nog bij de tandarts. Ah. Nou. Dat ziet er weer heel goed uit. U mag spoelen. En meneer Kramer, de rekeningen die ik u stuur, die komen steeds terug. Ja, dat klopt. Mijn kiespijn ook. Mijn man verkoopt dingen. Oh ja? Wat? Nou, de mijne zegt altijd dat ik een miljonair van hem heb gemaakt. Oh ja? Ja. Wat was hij daarvoor dan? Multimiljonair. Wat is dit? Ja, hij was verteld dat ik mijn cv moest meenemen. Helemaal niks hier, joh. Dat meen ik echt. Maar ja, wat doe je eraan, hè? Amerika, daar moet je wezen, in Amerika. Ja, is het echt zoveel beter dan? Ja, daar ben je iemand. Daar ben je als persoon, ben je daar iemand. Van die enorme bedrijven, man. Werken duizenden mensen, joh. Einde middag ben je klaar. Loop je naar buiten. Zat er zo'n dikke limo buiten op je te wachten. Een limo? Ja. En dan zegt je baas, ga er maar lekker in zitten in die limo. Zegt die beste man, ik kom er even bij zitten. En dit weekend neem ik jou mee uit. Ja, en dan brengt hij dus in die limo naar een gigantisch hotel. 40 sterren. Grote kamer, minibar, zwembad, alles erop en eraan. En de volgende ochtend brengt je baas champagne ontbijt op bed. Waar maak je dat in Nederland nou nog mee? Maar heb jij dat meegemaakt dan? Nee, ik niet, maar mijn zus wel. En mag ik vragen hoe oud je bent? En hoe heet je? Zo, wat doe je? Ik ben er bijna. Sharon. Maar je weet toch wel hoe je heet? Tuurlijk. Maar ik moest even zingen. Twee violen en een trommel en een fluit. Want Sharon die is jarig en de vlaggen hangen uit. Sharon. Sorry dat ik jou zo aanstaar, maar jij lijkt sprekend op mijn overleden zoon. Oh. Een beetje gek misschien, maar als ik straks de winkel uitloop, zou jij dan... dag, man, willen roepen? Ja, dat wil ik wel. Zou je me heel gelukkig maken? Dag, mam. Wordt het €123,85, alstublieft. Nou, ik heb alleen maar dit. Met de boodschappen van uw moeder erbij wordt het €123,85. U heeft een probleem met uw man in bed, zegt u? Eén doosje Viagra, alstublieft. Wil je er seks mee bij? Liever, er is wat met de auto. Nee. Heb jij eigenlijk naaktfoto's van je vrienden? Werkt je vriend soms in de bouw? Hola, señorita. Hola, señor. Marco! Marco! Met de praktijk van dokter Masselink. En wat is uw geboortedatum?
En waar zit de jeuk precies? U heeft een probleem met uw man in bed, zegt u? Ja, dokter. Elke keer als hij klaar komt, dan slaakt hij wat ik alleen maar kan beschrijven als een enorme Tarzan-achtige kreet. Een vrouw als dat het is. Menig vrouw zou dat juist heel leuk vinden. Ja, dat zal wel, maar ik schrik er elke keer wakker van. Ik had gewoon zoiets van... Het lijkt me gewoon heel erg leuk om hier te werken. Lijkt me gewoon heel erg leuk. Nou, Sharon Safati, we laten je zo snel mogelijk iets weten. En tot kijk. Oké. Doei. Dag. Dag. Marion Egberts. Remco Eulers. Hoi. Marion. Nou, Marion, wat heb je zoal gedaan? Ik heb mijn opleiding aan het Schroevers gehad, secretaresseopleiding. Steno-notuleren, blind typen, 275 aanslagen per minuut. Oh. No problemo. Ik spreek vloeiend Frans, Engels, Duits. En volg momenteel een cursus Spaans. Hola, señorita. Hola, señor. Ik heb uw bedrijf de laatste tijd goed gevolgd en ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat sinds de beursgang van afgelopen jaar. Dat zijn wij zelf ook. Ja, natuurlijk. Het lijkt mij een enorme uitdaging om hier te komen werken. Nou, ja, dat is duidelijke taal. Zo, stevig Hendrik ook. Ja, dank voor de komst. Heel fijn. Ja. Ja, wij laten zo snel mogelijk iets weten. Prima, dank u. En welke wordt het? Ja, nou, die ene met die twee pluspunten natuurlijk. Ain't it true, you made up your mind. There's nothing I could say or do. It ain't no use. Wil je er seks mee bij? Nee. Nou, ga dan van mijn bed af. Met dokter Masselink. Ja, met Margo Kramer. Ik ben gebeten door een hond. Ja, dat doen ze, hè. Weet jij nog die ene keer dat we in Zutphen waren? Kijk eens, nootjes. Dat we geen hotel konden vinden. Dat we toen bij die kast van de villa hebben aangeklopt. Oh ja. Dat we daar mochten blijven overnachten bij die weduwe. Oh ja, echt die verzopen het geld, jongen. Hé, hey, wat heb jij toen eigenlijk met haar uitgesproken? Wat ik toen met die weduwe heb uitgesproken. Zo, Marco. Niks bijzonders, niks bijzonders. Dat heb je uitgesproken? Ah, kom op. Hè? Ja, je denkt toch niet dat ik je niet die kamer heb horen uitsluipen? Ja, Marco, wat heb je uitgesproken, jongen? Ja, niks bijzonders, gewoon een beetje gerommeld. Je kent het wel, toch? Gerommeld? Ja. Ja, ja. Hey, heb jij toen mijn naam en adres bij het mens achtergelaten? Hey, man, gewoon. Het is gewoon een geintje, man. Wat maakt het uit? Ja, niks. Maar ze is overleden. Oeh. Ja, en ze heeft alle geld aan mij nagelaten. Goedemiddag. Zegt u het maar. Eén doosje Viagra, alstublieft. Heeft u daar een recept voor? Nee, maar... Maar dit is mijn vrouw. Van het huis. Oh, ho, ho, meneer. Ah, meneer, ah, nee, hè. Ah, dit meent ja, u niet, toch? Ja, laat. Alsjeblieft, 5 minuutjes, man. Nee, ik heb hem al uitgeschreven. Dit meen je niet. Ah, schandalig, echt waar. Dienstklopper, dat ben je. Wat zegt u? Een dienstklopper, zeg ik. Oh, is dat een belediging? Is dat serieus een belediging, dienstklopper? Schrijf er toch nog eentje uit. Klerenleier, dat is ook een belediging, denk ik, hè, klerenleier. Schrijf hem op, klerenleier, zegt hij. Hij zegt klerenleier, schrijf hem op. Doe hem maar achter. Jongen, schandalig. Ik zou me kapot schamen. Ja, en dan krijgt u deze erbij. Oh!
alsjeblieft. Wat ben jij egocentrisch, zeg? Je pakt meteen de grootste. Nou, welke zou jij dan pakken? De Rijnse, natuurlijk. Ja, nou, die heb ik dan toch? Lieve, er is wat met de auto. Nee. Er zit water in de carburateur. Water in de carburateur? Ik zweer het je, er zit water in de carburateur. Jij weet niet eens wat een carburateur is. Ik ga wel even kijken. Waar staat die geparkeerd? In de sloot. Heb jij eigenlijk naaktfoto's van je vrienden? Nee, die heb ik eigenlijk niet. Nee? Nee? Hier. Kijk dan. Hier. Bam. Ja. Oh, schat, ik heb hoofdpijn. Hè? Had je dat niet eerder kunnen zeggen? Vanavond niet, oké? Ik heb een afspraak bij de gynaecoloog morgenochtend vroeg en ik wil gewoon een beetje schoon en fris zijn. Oké? Maar je hebt morgen toch een afspraak bij de tandarts? Lukt het? Nee. Ik heb echt geen idee hoe dit apparaat werkt. Kom maar. Het is heel simpel. Bedankt. En waar komen de kopieën nu uit? Maar nu zie ik oma nooit meer. Maar... oma is nu in de hemel. Ik kan jou van boven, van hoog boven, heel goed zien, hoor. Niet. Jawel, schat, echt waar. Jawel. Ik wil, tuurlijk wel. Maar oma is de bril vergeten. Zoekt u iets speciaals? Nou, in ieder geval iets dat niet lijkt op mijn vriendin. Oké, volg mij maar even. Het is een naakte, tandeloze cavia. Nou, nee. Oké. Ik kan me ontzettend goed oraal bevredigen. Meegenomen. Het kan me niet schelen wat het is, maar leer het koken en sodomiet erop. Ruud. Ja, morgen houdt Mandy de grote schoonmaak. Schuur opruimen, zolder opruimen. Er moeten 2 aanhangwagens tuinafval naar de stort. Ik moet een eikenhouten kastje naar de kringloopwinkel brengen. Ja, ik kan je morgen echt geen vrije dag geven, Ruud. Bedankt. Ik wist dat ik op u kon rekenen. Heeft een van jullie 2 blanke velletjes voor het kopiërenapparaat?
Ik heb er maar eentje. Oh, is niet erg. Ik maak wel even een kopietje van. Wat kan het zijn, dokter? Werkt je vriend soms in de bouw? Ja. Is hij timmerman? Hoe weet u dat? Vraag hem voortaan even het potlood achter zijn oor weg te halen voordat hij met jou het bed induikt. Ja? Marco! Hens op 2 uur! Marco! 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 Met dokter Masselink. Hey, hallo, met Ruud van der Spek. Mijn vriend Marco. Ja, die is dood. Wat moet ik doen? Probeer kalm te blijven. Zorg eerst dat u zeker weet dat uw vriend echt dood is. Heeft u een moment? Ja, en nu? Wordt het 100? Wordt het 100? Hoi. Ja. Kom hier nou eens. 'S Nachts rolt hij niet meer uit zijn bed en... Dan krijg je dat ook. 'S Nachts rolt hij niet meer uit zijn bed en 's ochtends plast hij niet meer over zijn pantoffels. Was de tekst. Maar ben je egocentrisch, zeg? Je pakt meteen de... Sorry, ik stik in mijn leverwoord. Sorry, ik stik in mijn leven. Weet je nog die ene keer dat we in Zutphen waren? Kijk eens, nootjes. Heerlijk. Oké, okay. Jongens, kom aan, hè? Ik heb ook een plek. Ja, kom. Weet je nog die ene keer dat we in Zutphen waren? Kijk eens, nootjes. Ik doe niks, hè? Die was voor hetzelfde behandeld en die stierf uiteindelijk aan een nierpikkelst. Deze? This one? Yeah.